ja, hier woont Jacques Verhompel. Ik ga dadelijk aanbellen, want Jacques heeft een ontzettende mooie hobby die precies past. Zo'n 16 jaar geleden waren wij te gast bij Jacques Verhompel in verband met zijn hobby, namelijk vioolbouw. De kinderen spelen alle twee viool, de dochters. En toen heb ik gedacht, hé, ik wil toch proberen om eens een viool te gaan bouwen. We vroegen Jacques hoe je moest beginnen met het bouwen van een viool. En het bleek dat de grondvorm van de viool via een metalen mal tot stand kwam. Ik buig even de zijkant, en die noem jij de krans, buig ik om de mal. Maar dat is simpel gezegd, maar ik neem aan dat er niet zo 1, 2, 3 stukje hout eromheen te buigen valt. Nee, zo simpel, zo heel simpel is dat niet. Het hout voor de krans, zo noemen ze de zijkant van de viool, moet eerst op dikte gemaakt worden. Vervolgens wordt het bevochtigde hout plaatselijk verhit, zodat het gemakkelijk gebogen kan worden, waarna het in een mal afkoelt. De ribben van de krans die worden in 6 aparte delen worden die gesneden, geschaafd, op dikte geschaafd en ook gelijmd aan de blokken van de mal. Dan krijg je 2 bovenstukken, 2 centrale C-stukken zoals het heet en 2 onderstukken. Ja. Van de viool worden 3 verschillende houtsoorten voor gebruikt. Die houtsoorten zijn vichte, een soort naalbomenhout met een heel regelmatige opbouw voor het boven- en onderblad, esdoorn voor de hals en ebbenhout voor het zwarte gedeelte bovenaan de hals. In Duitsland koopt Jacques bij de speciaalhandel het benodigde houtmateriaal voor hals, boven- en onderblad. Het boven- en onderblad worden in voorbewerkte vorm gekocht. Bijvoorbeeld het onderbladmateriaal wat wij hier nu zien bestaat uit 2 delen die nog met elkaar verbonden zijn. Zodra de delen van elkaar losgezaagd zijn, worden ze met de breedste kant aan elkaar verlijmd. De lijmnaad vormt dan straks de symmetrieas van de viool. Deze manier van werken heeft als doel dat de bladen straks eenzelfde houtnerftekening in beide helften vertonen. Van het bovenblad ga ik nu de ruwe contourlijn aftekenen en die ga ik direct uitzaaien. Je hebt ondertussen een hulplijn op jouw blad gezet, Jacques? Ja. Dus toch om de richting aan te houden van de definitieve vorm straks. Dat is echt het fijne werk. Met de guts. Ja. En de volgende handeling is met de schaafzaal. Ja. Dat zijn ook de dingen die je na verloop van tijd doorkrijgt. En iedereen ontwikkelt op een gegeven moment toch een eigen systeem, hè, waarop je het gemakkelijkst werkt. De buitenwelving is inmiddels klaar. Om de binnenwelving goed te kunnen uitvoeren en ook om de dikte van het onderblad onder controle te houden, worden er talloze boorgaatjes van verschillende diepte gemaakt. Zo kan de vioolbouwer met zijn guts de bodems van de boorgaten aanhouden om de juiste welving en dikte van het blad aan te houden. De zangbalk is ingelijmd. We zien een heleboel getallen aan de binnenkant. Dat zijn dus de diktematen van het bovenblad. En we zien 5 pleisters en die dienen ervoor om die naad die overlangs als symmetrieas loopt, eventueel te verstevigen. Het hout is maar ongeveer 2 mm dik. Overigens zien we ook dat het vichtenhout van het bovenblad zeer regelmatig van opbouw is. Het onderblad is ondertussen vastgelijmd met ouderwetse beenderlijm aan de krans, de zijkant van de viool. Het geheel blijft zo'n 12 uur zitten voordat de klemmen verwijderd worden. Hier zien we dus nu de binnenmal, de krans en het onderblad. De binnenmal die moet eruit en als ik die schroef losdraai, dan kan ik me direct gewoon heel gemakkelijk uitlichten.
volgende stap, dat is de klankkast op hoogte maken, klosjes afzagen. Dan moeten de strips aan de ribben gelijmd worden. Zoals daaronder tegen de onderbad ook zit. Op precies dezelfde manier, dat klopt. Ja, ja. En die laten we hier in die klosjes, hier laten we ze in. En bij die grote bogen laten we ze daar en hier ook in. Dat is om het lijmvlak te vergroten, maar ook om voor de stevigheid. Dat is ook, ja, lijmvlak vergroten en ook stevigheid. Ja, ja, ja. Dubbel doel. Ja. De volgende stap is het vervaardigen van de hals. Met een metalen mal worden de contouren aan beide zijden op het hout getekend. De krulvorm wordt via gaatjes in de mal met een naald in het hout overgebracht. Vervolgens wordt de vorm met een beitel uitgestoken en de gaten voor de stemsleutels geboord. Langzaam, maar ja, zeker bij elkaar. Nou, is in vorm zijn de onderdelen klaar. Dan is het een kwestie van het een beetje goed pas maken. Hey, jij geeft de violen namen. Ik geef violen namen. De altviool die, ja, die ik nu aan het maken ben. Waar we nou aan bezig zijn? Waar we nu aan bezig zijn, dat is Henrika. En dat is de naam van mijn schoonmoeder. Dingen nog even op. De toets is van een heel andere houtsoort, hè? Ja, de toets, dat is ebbenhout. En dat is een heel harde houtsoort. Zeg, helemaal in het begin van de opname heb jij verteld dat je aan deze hobby bent gekomen doordat je houten beelden sneed. Ja. En dat jouw dochters viool speelden. Ja. Zou het niet leuk zijn om een van jouw dochters dan de zelfgemaakte viool te laten bespelen? Ik denk dat dat een heel goed idee is, ja. En dat zal ze ook heel graag doen, heb ik, ja. Dat zou een waardig slotstuk zijn van onze aflevering van het vioolbouw. Ja, dat is mooi. Ik zal ze het vragen. Jacques, we zijn even terug bij de altviool. Hij is bespannen ondertussen. De kinsteun zit eraan. Maar er hangt een touwtje aan. Dat is vreemd. Heeft dat iets met die stapel te maken? Ja, ja, dat heb je heel goed gezien, Leon. Stapel, die staat er op spanning tussen. Op het moment dat de snaren aangebracht worden. Wanneer de snaren eraf gaan, dan valt die waarschijnlijk om. En je ziet, die stapel, dat is bij een altviool, is dat een staafje van 6,5 tot 7 mm doorsneden. En dat kan maar precies door dat klankgat naar binnen. Maar dus, moet de snaar er nog vanaf dan? Ja, 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 want deze is gewoon, hij is nou klaar, speelklaar. De spanning van, welke klank komt er uit het instrument? Dat hoor je dan. En het moet ook nog gelakt worden. En om dat lakken, dat gaat dus ook achter de toets. Oh, dan wordt hij helemaal weer gestript. Om dan wordt hij helemaal gestript, ja. En dan zou de stapel uit kunnen vallen. Ja, ja, die valt er gewoon uit. Dan valt hij in de kast en je vindt hem nooit meer terug. En je vindt hem nooit meer terug. En daar heb ik het naar volgende op gevonden. Er is een heel mooi spreekwoord van overgebleven, hè? Van, ja, die stapel. Ja, dat klopt. Ja. Ergens stapelgek van worden, dat schijnt ontleend te zijn aan het eruit halen van de stapel op het moment dat je omgevallen is. Ja, we zijn aan het eind gekomen van de bouw. Heel hartelijk dank dat je ons over jouw schouw hebben laten meekijken. We vonden het heel interessant. En ik hoop ook dat de kijkers daarvan kunnen genieten. Dat ze weten dat het nog niet zo 1, 2, 3 gefixt is om viool in elkaar te zetten. Wij zijn laatst weer bij Jacques op bezoek geweest om te vragen hoe het met zijn hobby, de vioolbouw, gegaan is.
Jacques, 15 jaar geleden zaten we ook hier, hè? Tijd gaat snel. Dat is 15 jaar geleden, klopt. Ja. Als ik me goed herinner, is dat geweest in 2006 moet dat ongeveer zijn. 2006 denk ik, ja. December 2006. Toonbeeld heette jullie programma toentertijd. Ja, klopt. Wij zijn natuurlijk benieuwd hoe het met jou gaat en vooral hoe is het met de vioolbouw. Dan stel ik voor om naar jouw werkplaats te gaan. Ja. Want dat is het Walhalla van jou, van de vioolbouw dus. Hoeveel violen heb je ondertussen gebouwd? Ik denk dat er dat alles bij elkaar met cello en altviolen bij elkaar, denk ik 15. Die viool die wij hebben zien ontstaan, hangt die ook in het rijtje daar achter jou? Ja, dat is verpand. Misschien is het wel leuk om die even eruit te pakken. Ja, dat is mooi dat je dat vraagt, want Caroline, ja, die heeft Caroline heel lang bespeeld. Ik kan me nog herinneren dat jij het bovenblad, dat was nog los, tegen het licht hield. Ja. En het was gewoon doorzichtig. Ja, dat klopt. Dus ja, dat moet ontzettend dun zijn. Ja, dat klopt. En daar zit ook de kunst. Het geheim van de viool. Kan het gebeuren dat een viool mislukt wat betreft klank of in verband met constructie bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja. Het zijn niet allemaal succesverhalen, bij mij ook niet. Nee, kijk, voor mij is de uitdaging de klank. Want als je het hebt over mooi bouwen, dat probeer je wel, maar dat is echt het zuivere vakmanschap. En ik durf niet beweren dat ik mooie violen bouw, maar ik probeer wel. Mooie klank. Om de klank, dat is voor mij de uitdaging, ja. Ik denk dat het moeilijkste werk aan een viool is, als ik zo goed gekeken heb, het maken van het boven- en het onderblad. Want dat is eigenlijk een vrij dikke plank die jij moet uithollen of uitbollen. Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad net wat je zegt. Het bovenblad en het onderblad, dat zijn planken van een millimeter of 18 dik. Dus, en als je dan terug moet naar een dikte op de meest kritieke plekken, daar waar de vibratie ontstaat van 2 millimeter tot iets dunner zelfs. Als ik dit instrument zou bekijken, dan zeg ik nu, zonder erop gespeeld te hebben, dat ding dat kan niet klinken. En waarom niet? Omdat die bolling, dat maakt gewoon deel uit van een boog. En het kenmerk van een boog is een gewelf. Hè, dat kun je niet indrukken. Als je een ei hebt, is er een voor. Hè, en dan zie je precies hetzelfde. Die trillingen, als ze al ontstaan, die worden meteen afgevoerd naar de randen. Naar de zijkanten. De volgende viool die Jacques ons laat zien, heeft hij gemaakt van afvalhout. Om te kijken in hoeverre een houtsoort een rol bepaalt bij de klank. Als we nou eens toch tot die welving. Die is wat vlakker, zo te zien. Juist. En je kunt je voorstellen, denk ik, als je hier op drukt, dan kun je ook voelen. Als je dat heel voorzichtig doet, dan voel je dat. Ja, ik zie het zelfs bewegen. Dan zit daar beweging in. Ja. En daar zit. Dat is het geheim van de smid. Ik heb nog een hele bijzondere viool gezien hangen, Jacques. Met zijn smalle taille, zou ik maar zeggen. Oh, ja. Want dat is ook een experiment, denk ik, hè? Want dat is geen gebruikelijke vorm voor een viool. Waarom heb ik dat gedaan? Om aan te tonen voor mezelf, aan te tonen om te kijken of dat het idee wat ik had, het vormen van de klank, of dat inderdaad gebeurt in 2 trommeltjes. En hoe is de klank van die viool? Want daar ben ik best benieuwd naar. Het klinkt als een slechte Chinese viool. Jacques, we zijn al een hele tijd bezig met bekijken van violen en praten over violen. Maar ik zie hier een cello staan, die heb je ook zelf gebouwd, hè? Ja. Zit er veel verschil tussen vioolbouw en cellobouw of is het in principe hetzelfde? In principe is het hetzelfde. De werking van die instrumenten is hetzelfde. Het heeft te maken gewoon met het dunner maken en een specifiek verloop in dikte van die bladen. Dat is hetzelfde. Ja. Fijn dat wij mochten komen kijken en nog even terug naar jouw
ja, violenhol, om het zo ongebiedig te zeggen. Even, heb je nog plannen voor de toekomst, bijzondere dingen in dit verband dan? Ja, ik kom toch iedere morgen nog graag in dit hok. En ik vermaak me er best. En ik ben blij met ieder moment dat ik... Hè? Nou, dan hoop ik dat jij nog heel lang, heel veel in jouw ruimte hier lekker kunt zitten bouwen.